Deze manche van het WK Ornelis en Rogiers gaan we fietsen. Een fietswedstrijd tussen beide heren. Ze moeten gewoon om ter snelst fietsen en je ziet eigenlijk de evolutie via de lichtjes op, op de plakkaat daar. Hè. Dus je gaat rode lichtjes zien, je gaat groene lichtjes zien en degene die eerst rond is, is gewonnen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè. Wie het meeste trapt, zal eerst aankomen. Hè. Ja, absoluut. Mag ik iets vragen, Frank? Ja. Mag ik het in mijn onderbroek doen? Tuurlijk. Ik heb nogal een spannende jeans aan en ik denk dat hij mijn nadeel kan werken. Maar het lijkt een sportbroekje, hè? Het is een beetje een sportbroekje. Het is een cubebroekje. Man, als ik begin te strepen, dan wordt pas mijn sport, hè? Zorg maar dat er hier niets tussen de kettingen draait, vriend. Zijn jullie er klaar voor? Trappen om wie het vlugst. De fietswedstrijd van het WK Ornelis en Rogiers. 3, 2, 1, start! Ja, het gaat gelijk op, hè? Sven ligt zelfs voor. Kijk maar, Sven, je hebt wel een speciale tactiek, hè? Ja, ja. Jij houdt je zelfs vast op het, aan het wiel achteraan, hè? Ja. Kurt, dit is niet eenvoudig, hè? Nee, ik lig goed achter. Volgens mij had je beter je broek aangehouden. Ja, ik weet het niet. Dat was nog in mijn nadeel geweest. Maar de eindspurt moet nog komen. De eindspurt moet nog komen. Oh. Ja, en Sven schuift van de pedalen. Ja, ik zie het. Pak hem af. Maar volgens mij schuif je een beetje weg, Sven. Ja, ja. Je bent echt aan het gaan, hè? Ja, ja. Terwijl Kurt, we gaan de score nemen, maar Kurt, je gaat echt uit je pijp moeten komen, want Sven gaat winnen. Er zijn nog een achttal lampjes over. Je moet echt een spurt inzetten. Fuck! Ja, Sven Ornelis. Man. Je bent drie lampjes. Je hebt drie lampjes voorsprong. Ja, zonder schoen en zonder broek. Ja. Ja. Dit moet een ontgoocheling zijn, Kurt Rogiers. Ja, ik vind dat toch wel jammer. Ja, dit had ik niet verwacht. Ik ook niet. Het zal wel weer aan het materiaal liggen, zeker. Ja, ik weet het niet. Volgens mij hebben jullie met gelijke wapens gescoord vandaag. Ik denk dat het gewoon een kwestie was van er gewicht op te zetten. Gewicht? Gewicht. Maar je moet toch trappen, hè? Ja. Ja. En jij hebt het vlugst getrapt, Sven Ornelis. Proficiat. Dit is een fantastische overwinning, vind ik. Dank je wel, Frank. Oei, oei, oei.